Goedemorgen allemaal en welkom bij weer een nieuwe Vlogmas! Het is ondertussen 10:30. Ik heb vanmorgen wat werk op de computer gedaan, wat administratie gedaan. Ik heb wel helemaal klaargemaakt. Ik dacht, ik heb toch zin om mij een beetje op te maken. En ik heb me lekker feestelijk aangekleed met mijn trui van vorig jaar van de Lidl. Santa is my BFF. En dan gewoon een lekkere legging eronder. Want ik ga vandaag echt gewoon mega grote Christmas clean-up doen. En het leek me wel leuk om dan een soort clean with me. Christmas edition te doen. Gisteren heb ik het bed al ververst. Die lakens zijn vanmorgen gewassen. Zitten nu al in de droger. Aangezien dat meestal hang ik die over onze overloop boven. Maar daar hangen nu al die kerstdingen. Dus ik kan daar niks over hangen om dingen te laten drogen. Dus moet even in de droger. En ik ben van plan om onze bank te gaan wassen. Onze bank is echt ranzig. Maar het is echt een super handig ding. Je kan al die hoezen eraf halen. En ik ga die vandaag wassen. Dus ik ben van plan vandaag echt wel een deep clean te gaan doen van het huis. Ik wil onze badkamer super goed in orde hebben. Ik wil onze slaapkamer even heel goed stofzuigen en al het stof weghalen. Ik wil de living helemaal proper hebben. Maar ik wil onze wasplaats helemaal in orde hebben. Waar de kattenbak staat vandaar. Dus even deep clean before the Christmas vacation starts. Dus ik had zoiets van... Het is vandaag mijn eerste dag van mijn mini kerstvakantie. Ik heb een aantal dagen achter elkaar vrijgekregen. Maar ik dacht, het is wel echt nodig dat we echt eens gaan poetsen. En die bank, die wil ik al langer, is echt gewoon goed wassen. En dat die hoezen ook weer iets strakker worden. Wow, the sun is shining. Dat die hoezen ook weer iets strakker worden. Dus ik ga jullie vandaag meenemen als een soort clean with me Christmas edition. Ik ga mijn ultieme kerst Christmas hitlist opzetten op de speakers hier. Even. Hier staat zo onze receiver. En daarbij komt ook nog dat we ons kerstfeestje gehad hebben. Gisteren zijn we dan naar de kerstmarkt geweest. Dus het is wel echt nodig dat er gepoetst wordt. Voor wie totaal geen idee heeft waar ik het over heb. Ik heb een mega huge Christmas list samengesteld op Spotify. Heel veel uur aan kerstmuziek en ik heb echt super hard geprobeerd, ook gewoon voor mezelf, om de liedjes niet te veel terug te laten komen, want er zijn natuurlijk heel veel zangers die altijd hetzelfde zingen, maar dan ook de zangers heel hard te verspreiden. En ik zit ondertussen, ik heb er al heel wat aan toegevoegd, maar ik zit ondertussen aan 5 uur en 36 minuten aan muziek. Dus hopelijk werkt het. Let's do this! Well, what do you want for Christmas? I really, really want to see a Christmas day. There's a Christmas gift I want to send your way. You don't need a ribbon, won't be hard to miss. I really, really want to give a Christmas kiss. I think I've known for a while, 'cause of the way that you make me smile. But a little magic in the Christmas lights is all it took for me to finally realize it. And now I can't keep it quiet. No, I wanna shout it from the highest high. And here's to hoping that you feel the same. Hoping and praying and loving you all of the day. I really, really wanna see a Christmas day. There's a Christmas gift I wanna send your way. It don't need a ribbon, won't be hard to to give a Christmas kiss. I can't believe this is real. Don't need the mistletoe with how I feel. It's true that Santa brings your heart's delight. It would be so incredible to hold you tight. Squeeze you, please you, shake the pie and landy bees, knees you. A Merry Christmas this is gonna be, if we'll be together and snuggling under the tree. Really, really wanna yes, see a Christmas really, really day. There's a Christmas gift I wanna send your way. You don't need a ribbon, won't be hard to miss. I really, really wanna give a Christmas kiss. Christmas kiss, oh, a Christmas kiss. I know that there is nothing merrier than this. You don't need a ribbon, won't be hard to miss. I really, really wanna give a Christmas kiss. Thank you.
Afgehaald, want het irriteerde mij een beetje. Ik weet niet waarom het was. Dus ik dacht, ik ben toch gewoon thuis voor de rest van de dag. Ik haal mijn make-up eraf. Mijn camera was ondertussen plat, maar ik heb echt nog zoveel gedaan. Ik heb heel deze ruimte helemaal opgeruimd. Mijn bureau was echt gewoon één grote rommel. Dus dit is zo netjes als dat ik het voor het moment kan krijgen. Ik heb onze badkamer helemaal gepoetst. Ik heb de gastenbadkamer gepoetst, aangezien dat is waar ik mij 's morgens klaarmaak. Aangezien dat die aan de andere kant van het huis zijn, dan stoor ik zou niet als ik 's morgens vroeg moet opstaan. Onze logeerkamer heb ik helemaal klaargemaakt, want mijn moeder die blijft slapen na kerst. En ik heb mijn kerstboompje van mijn bureau hier neergezet. Dat is gewoon gezellig voor haar. Dan is deze kamer ook klaar. Ik heb handdoekjes neergezet. Ik heb dan de gastenbadkamer gepoetst. Dus alles is wat dat betreft ook helemaal klaar. Dus bureau is gedaan, badkamer is gedaan. Ik heb allemaal rommel. Echt, jullie willen onze stapel papier gewoon echt niet zien. Het is gewoon gênant. Het is gewoon echt gênant. Maar mijn camera was ondertussen plat, dus ik kon niet meer filmen dat ik de badkamer zo aan het doen was. Maar op zich is niks anders als... Ik heb al eens een clean-out mee gedaan. Het was eigenlijk gewoon zo datzelfde. Badhanddoekje moet ik wel eventjes terugleggen. Eventjes laten luchten. Dus dat. Dan kan ik volgens mij de hoezen van de bank er terug gaan opleggen. Dat gaat nog een hele puzzel worden, maar die zijn ondertussen volgens mij ook gewassen en droog. En dan heb ik wel een chill momentje verdiend, want ik voel het wel in mijn rug. Wauw. Zoveel uur later en ik heb lekker mijn pyjama aangetrokken. Echt gewoon de hele dag poetsen. Wow, dat voel je wel echt. Ik heb even een kopje thee genomen. Ook al is het al 6 uur. En we gaan zo eten. Mijn moeder komt vanavond eten. We gaan een restje macaroni met kaasnest maken. En ik ga escargots maken. Dat is voor mij echt zo'n throwback naar vroeger. Ik weet dat heel veel mensen het heel ranzig vinden. Maar ik vind het heel lekker met looksaus. Dus ik heb een paar bakbroodjes. En die ga ik als voorgerechtje maken. Dus. Dat gaat echt lekker zijn. Dus. No judgment, I know. Veel mensen vinden het ranzig. Onze living is echt helemaal proper. En heel ons huis is gewoon helemaal proper. Alles is super clean. Ik hoop dat jullie deze vlog ook niet te saai vonden. Want ik bedoel, gewoon om heel eerlijk te zijn, zo'n dagen als deze zijn er ook. Ik heb ook maar een gewoon normaal leven. Ik heb geen leger aan poetsvrouwen of tuinmannen of zo die hier elke week van alles komen doen. Dus... ik ben hier de poetsvrouw. Ik werk part-time, maar ook wel part-time YouTuber. Maar dat betekent ook wel dat ik eigenlijk het merendeel van het huishouden op mij neem. Aangezien dat Zoe ook wel vaak lange dagen werkt. Zeker in december is het op zijn werk echt wel heel druk. Ik kan dan ook geen vrij nemen of zo. Dus ja, ik hoop dat jullie het niet al te saai vinden. Maar
dacht, ik film er toch nog iets van. Want anders, als ik altijd moet zeggen van, oh ja, ik heb gepoetst en ik heb dit gedaan. Ja, daar hebben jullie volgens mij ook minder een boodschap aan. Dus dacht, ik doe het eens zo. Ook al was ik weer al niet zo heel goed voorbereid. En was mijn camera halverwege plat. Yay! Ik vind het zelf altijd heel leuk om van die Clean With Me's te kijken. Wat dat mij heel veel motivatie geeft om te poetsen. Het enige wat ik eigenlijk nog zou moeten doen zijn mijn ramen. Ja. Dus ik weet niet of ik dat feit gewoon even ga negeren. Of ik dat ga tackelen. Morgen wordt ook weer een supergezellige dag, want dan gaan we kerstboodschapjes doen. Nee, dat was gewoon de stoeplepel. Oké, het is weer eens tijd om de Beery Christmas nog eens open te maken. Dat heb ik eigenlijk al een paar dagen niet meer gedaan. Of dat al sinds zo heeft het een paar dagen niet meer gedaan. Nee. Oké, we hebben hem gelokaliseerd. We waren met het verkeerde papiertje aan het kijken. Lekker handig. Maar gelukkig staat er wel een... De oplossing staat op de achterkant. Dus, Hel en verdoemenis. Denk Nederlands. Ja, dat klinkt wel, hè. Imperial Stout. Kan weten. Oké, dus... En het past bij kaas, blijkbaar. 15. En dan mogen we nu naar 16. Dus manneke pies en dan Belgisch bier, waarschijnlijk. Mm-hmm. Frietjes en appel. Ah, wacht. Die frietjes heb ik al eens zien staan, nee, denk ik. Ook, denk ik. En een manneke pies moet ook wel opvallen. Dat is een grote pizza. Hier. Manneke pies. Ah, ja, ja, ja. Frietjes en... Ah, ja, appel. En de appel. Oké. Okay. Wacht, dat vertrouw ik niet dat daar zo staat. En mijn grote B... Tati tata. Mag ik er nog een opnemen? Dat is 16, ja. 17. Waar komt die? Die komt vandaar. Ja, we zijn de 19e vandaag, dus je zit nog maar aan 16. Mocht er nog 3. Dat is wel leuk, als je dat vergeet, dan mocht je meemaken. Ja, ja, die heeft mijn moeder dit jaar voor mij gevuld. En die heb ik echt heel trouw elke dag open gedaan. Wait, what? Een dekkenvogel. Ah, ja, oké. Oké, nummer 18 gevonden. En we krijgen hem er niet uit. Het flesje is wat te groot. Cool! Come on! Ja. Hey, amai. Dat is zo'n klein dikske. Santa Punch. Een leuke verpakking. Met zo'n bokshandschoen erbij. Leuk. Echt superleuk vormgegeven. Dat, zeg maar, de hints dat erop staan hebben ook te maken met het bier dat erin zit en zo. Dus er is echt... zo hard over nagedacht. Dat is echt, ja, is echt leuk. Zo tof. Find Wally zo'n beetje. Hè? Ja, nee, echt. Wally. En ik vind dit ook echt zo'n leuk cadeau. Misschien voor onder de kerstboom. Behoeft echt niet... Wel een jaar wachten of gewoon? Hè? Nee, gewoon voor na kerst. Tussen kerst en nieuwjaar of zo. Chocolate Coconut Porter. Oeh. Klinkt speciaal. Misschien niet mijn favoriet? Oké, het is nog redelijk vroeg, maar ik ga lekker in mijn bedje liggen. Een beetje tv kijken. Ik had net een semi-mental breakdown. Dat was zo'n heel zielige video op Facebook. Ken je van die typische animatievideo's van een egel en die had geen vriendjes. En die hield dat niet meer. Oh, de egel heeft geen vriendjes. Maar uiteindelijk heeft hij wel vriendjes gekregen. Zo'n dingen, daar ben ik echt zo slecht voor. Ik kan daar echt niet tegen. Maar het is een lange productieve dag geweest. En ik denk ook gewoon dat ik best wel moe ben. Dus ik ga lekker een dutje doen. Dus ik ga lekker ontspannen en een beetje... Harry Potter kijken, want we hebben ontdekt dat als je je Netflix-account in het Engels zet, heb je wel geen Nederlandse ondertitels, maar wel Engelse ondertitels, kan je alle Harry Potter-films kijken. Tip from me to you. Ja. En morgen wordt ook een supergezellige dag, want dan ga ik met mijn moeder kerstboodschappen doen. En kerstbrood bakken. Ja, misschien. Of morgen niet. Ik krijg al gelijk nog een opdracht. Hij heeft heel de week op zijn werk eetdag. En elke dag wordt er een ander land gekozen. En dan mogen ze alleen maar vreten. Vreten. En massage. Hij had vandaag ook een massage op zijn werk. Ja, 20 minuten. Rug, armen, nek. Oh, lauwe. En wat krijg ik? Bananen. Maar goed, dat was hem weer voor vandaag. Ik zie jullie morgen graag terug. Doei. Bye bye.